ik ben hier omdat, weet je, als je de kranten leest, de televisie bekijkt, dan krijg je soms het gevoel dat we in Nederland bijna in een burgeroorlog zijn beland. Hè? Dat we niet meer met elkaar kunnen leven, dat er alleen maar haat en nijd is. En natuurlijk zijn er hele grote problemen, maar er is ook een andere kant. Ik vind het gewoon een ongelooflijk goed initiatief. Van, we moeten deze mars met elkaar gaan lopen, omdat we geloven dat we uiteindelijk samen één zijn en dat we samen deze samenleving maken en er samen ook wat van moeten maken. Toen dacht ik, ja, natuurlijk ben ik daarbij, dat kan niet anders. We lopen vandaag mee omdat het gewoon belangrijk is om te laten zien dat we op naar een inclusieve samenleving moeten. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht waar je vandaan komt, waar je van staat, waar je van houdt, hoe oud je bent, man, vrouw. Dus voor iedereen. Dat betekent niet dat we allemaal hetzelfde zijn, juist helemaal niet. We zijn heel divers, maar we moeten wel met z'n allen één samenleving maken. We moeten het met z'n allen doen. Heel veel mensen die gewoon wel samen willen leven, elkaar de ruimte willen gunnen. Dat vind ik het mooie van deze optocht. De boodschap is volgens mij, iedereen die zich aan de spelregels houdt, heeft hier een plek. Het telt mee. Je ziet dat er heel veel mensen op af zijn gekomen. Ik vind het heel mooi. Puur positief initiatief.